Goedenavond allemaal. Ik ga nog even mezelf opzoeken. Facebook deed een beetje raar, dus ik ben ietsje later, geloof ik. Even zoeken. Ik geloof dat ik mezelf niet kan vinden. Ga ik het zo proberen? Goedenavond. Ja, dat kan kloppen, Jacqueline. Facebook deed raar. En normaal krijg ik, als ik een evenement aanmaak, krijg ik ook altijd een melding dat ik dat het bijna tijd is om live te gaan. En die melding heb ik ook niet gehad. Dus ik hoop maar dat het allemaal goed gaat en dat de mensen mij kunnen vinden. Maar goed, daar gaan we gewoon vanuit. Nou, goedenavond. Welkom. Vrijdagavond alweer. We zitten inmiddels alweer in september. Tijd gaat zo vlug, hè. Goedenavond. Nou, ik ga zo meteen gewoon zoetjes aan beginnen, want ik heb best wel veel wat ik wil vertellen. En ja, ik hoop dat ik jullie toch wel een boel kan laten zien. Wij hebben best wel veel vragen gekregen. Hoe werkt nou resin en paperclay met die siliconen molds? Heel veel mensen vinden die molds prachtig en weten dan eigenlijk niet zo goed. Ja, hoe vul ik die nou? Waarmee vul ik die? En hoe kan ik die nou op kleur brengen? Jij ook niet, Suzanne? Nee, ik kreeg van mezelf ook geen melding. Dus ik ben via de Facebookgroep... En dan evenementen. Maar gezien het aantal kijkers heb ik het vermoeden dat een aantal mensen mij echt niet kunnen vinden. Dus ik weet niet of er toevallig iemand een link kan delen in de groep. Als er iemand van het team bij is. Ja, en anders pech. Dan zullen ze hem helaas terug moeten kijken. Maar ja, Facebook geeft het gewoon niet weer op een of andere manier. Dus maar goed, verder met mijn verhaal. Ik ga jullie dus laten zien hoe de resin werkt, hoe paperclay werkt. Maar ook hoe je nou zo'n resinfiguurtje of kleifiguurtje op kleur zou kunnen brengen. Nou, ik weet natuurlijk ook niet alles en er zijn echt ontzettend veel manieren en mogelijkheden. Dus dat krijg ik met geen mogelijkheid in één live allemaal geshowt. En ik weet natuurlijk ook niet alle manieren. Maar goed, jullie mogen natuurlijk altijd vragen stellen. Geen probleem. We gaan beginnen met de resin. Dat is een vrij nieuw product. Dat kwam natuurlijk van de week binnen. Dus ik zag dat toevallig voorbij komen en heb dat gelijk besteld. En ja, jullie hebben denk ik op de groep al bij Jeanette wat langs zien komen. Die had al heel mooie foto's en zo gemaakt. Ik heb sinds kort de mold en de klei, maar dacht... Ja, durf ik niet te zeggen, Marion. Ik werk eigenlijk altijd met resin. En ik heb een setje klei gekocht om het te gewoon paperclay om het te proberen. Van wat is nou het verschil? En want ja, die mols die kun je natuurlijk en op kaarten, op layout. Nou ja, noem het maar op. Je kunt ze op zoveel manieren gebruiken. En wat mij opviel, ik heb alles nog in de mold zitten. Dan kunnen jullie ook zien hoe het eruit komt. Wat mij opviel ten opzichte van resin. Ik vind zelf resin prettiger werken. Maar de klei is ontzettend licht. En dat is natuurlijk wel een groot voordeel op het moment dat jij dus zo'n mold op een kaart wil gebruiken. Hè. Dus stel dat jij een slimline kaartje maakt of wat dan ook. En je wilt daar zo'n leuk frame bij gebruiken. Dan kan die resin best wel zwaar zijn. En die paperclay is echt een stuk lichter.
Nou, dit is dus die resin van Cadence. En daar zitten in 2 flesjes. Ik ga ze even plat leggen. Dan kunnen jullie zien wat erin zit. En we hebben A en B. Het is echt hartstikke doorzichtig. Hartstikke transparant. En de mengverhouding is eigenlijk heel simpel. 1:1. Dus pak je 20 milliliter van de A. Moet je ook 20 milliliter van de B pakken. Zo simpel is het. En dat moet je heel goed door elkaar mengen. Nou, ik zag op de verpakking dat dat zo'n... hij heeft iets gelekt, zie ik. 3 tot 4 minuten is. En moet je even goed mixen. En dan kun je het rustig aan in de... Oh, ik heb breken dopje af. In de mold gaan gieten. Nou, ik vind zelf die gietdopjes ontzettend handig. Zo, ik moet hem alleen niet plat leggen, zoals jullie zien. En daardoor kun je goed doseren. En daar gaan we dus mee beginnen. Dus nou, dit is de verpakking. Zit 2 keer 120 milliliter in. Hierachter staat in het Engels hoe je het moet verwerken. Het is na 24 uur kun je het uit de mold halen. En dan is het nog iets flexibel. Waardoor je dus bijvoorbeeld kan buigen en op een flesje zou kunnen plakken. Of een bloempot, net wat je leuk vindt. Na 3 dagen staat erop... It looks like glass and no scratching. Dus eigenlijk na 3 dagen ziet het eruit als glas en krast het niet meer. Dus dat. Nou, ik heb natuurlijk alvast wat voorgegoten. Het gieten zelf ga ik ook laten zien. Maar ik wil jullie ook het resultaat laten zien als het net uit de mold komt. Want dat, ja, dat red ik gewoon niet. Omdat het niet droog is. Deze heb ik woensdagavond gegoten. En ik heb gisterenochtend even gevoeld. En het was inderdaad al behoorlijk aan het drogen. Nou is het op mijn hobbykamer wat warm. Dus het zal wellicht wat sneller drogen. Klei kom ik zo op, Marion. Dan ga ik voor je kijken hoe lang de klei moet drogen. Deze heb ik dus woensdagavond gegoten. Nou, die is hard. Hè? Kunnen jullie ook horen. Nou, en wat ik eigenlijk doe, is ik buig hem iets om. Want het is natuurlijk siliconen. En dan kun je hem aan de onderkant eigenlijk met je vingers een beetje omhoog duwen. En dan is dit het resultaat. Nou, dit is een van de oudere molds van Finneberg. En dat blijft wel een van mijn favorieten. Die vind ik echt heel gaaf. En dan zie je dat hij dus echt hartstikke hard, maar transparant is. Nou, ik heb de kleine had ik ook gedaan. Ik wou zeggen, hij is iets roze, maar dat is mijn huid. Ja, het is een hele gave mols. Is van Finneberg. Ik had netjes alle verpakkingen klaargelegd van de mols die ik ga gebruiken. Of laten zien. Dat is deze. De producten staan ook gelinkt als het goed is. En deze hadden we ook nog. En dan heb je dus eigenlijk al 3 hele gave resultaten. Is de kunstharts, epoxy. Daar komt het wel een beetje op neer. Dan leg ik deze even aan de kant. Want ik had nog een mold gepakt. En dat is de aviari. Daar had ik even gauw nog. Ik had nog een klein beetje in mijn potje zitten. Een bloemetje. En 2 vogeltjes. Ik vind namelijk die vogeltjes vind ik echt zo schattig. Wellicht kunnen jullie ze zo beter zien. En dat is... er eentje van Redesign. Dat is deze. Dat is wel een van mijn favorietjes hoor. En ik heb natuurlijk de peperklei. Ik zal mijn klemmetjes er even afhalen. Maar ik had hem goed dicht gedaan. Zodat de klei niet uit zou drogen. Ik had geen bakje bij de hand. Ik heb de Creative peperklei gebruikt. Dit is het pakje van 113 gram. En hij is er ook in, uit mijn hoofd, 270 gram. Maar prik me daar niet helemaal op vast. Nou, dit is gewoon een klei. Die doe je in de molds. En die moeten... Even kijken. Nou, hierop achterop staat het natuurlijk ook. Air dries in 1 to 3 days depending on thickness of the product. Dus oftewel, droogt in 1 tot 3 dagen hangt af van de dikte van je project.
Dus hoe dikker jij je project maakt, hoe langer dat het moet drogen. Ik heb ook deze woensdagavond in de mold gedaan. En je ziet het, als die opdroogt, dan komt die eigenlijk al los. Want ik heb deze er echt nog niet uit gehad. En gisteravond was die eigenlijk al zo goed als droog. Nou, nogmaals, ik heb hem expres laten zitten. Omdat ik, ja, hè, jullie wilden laten zien wat het resultaat is als je hem direct uit de mold haalt. Nou, dit is de nieuwe Barok Frames van Finnaberg. De vierkante. En dit is echt, het is zo super licht. Dit kun je echt prima op een kaart gebruiken. Zonder dat het gelijk zou kunnen doorbuigen. Hoe krijg je die klei? Ik ga zo laten zien, Jacqueline, hoe ik dat doe. Hoe ik de klei aanbreng en hoe ik de resin aanbreng. Dat is juist waar deze lijf ook over gaat. Maar omdat ik niet de tijd heb om dit te laten drogen. Althans, ik zou die tijd wel hebben. Maar ik heb mijn uurtje en het duurt een dag. Heb ik dit in het voren gedaan. Maar ik ga jullie zeker laten zien hoe de klei en de resin werkt. Met, of tenminste, hoe je dat in de mallen kan doen. Breekt het snel? Ik heb geen idee. Gaan we zien. Want je kunt ook heel goed stukken van een frame gebruiken. Als je dat ergens een hoekje tussen wilt doen. Dus we gaan hem gewoon breken. Nou, je kan hem dus breken. Maar het is dus niet zo. Als ik hem laat vallen. Dat hij dan. Ik ga hem iets hoger laten vallen. Nou, jullie zien het. Hij is niet zomaar stuk. Nou. Dit is dus hoe die uit de mold komt. Nou, ik had ook nog even gauw die kleintjes om te zien hoe de details worden. Maar die zie je toch ook eigenlijk wel heel erg goed. Valt me echt niet tegen. En heb je nou toevallig wel een keer een frame wat kapot is, zoals deze. Je kunt het heel prima, dat is ook met de resin zo, heel prima met een beetje secondenlijm of zo, kun je dat weer aan elkaar maken. Omdat je er gesso overheen doet en dan een verfje of een waxje of zo, zie je dat eigenlijk niet meer. Dat was dus hoe het uit de mold komt. Dat leg ik even opzij, daar gaan we straks mee verder. Dan gaan we eerst laten zien hoe het werkt. Ik pak de frames er weer bij. Of zal ik een andere pakken? Nou, weet je, ik laat gewoon deze zien. Die heb ik ook als voorbeeld laten zien. Ik heb ook altijd graag wat. Kan je deze klei? Ja, zeker. Ja, heb ik. Ik heb. Dat zijn wel oude, maar ik kan het jullie wel laten zien. De Stamperia mallen. Er zit iets anders tussen. Het zijn inderdaad van die plastic mallen. En daar kan je ook prima met klei in. Daar kan je met resin in. Dat maakt echt niet uit. Dat gaat echt prima. Eigenlijk alle mallen, siliconen, plastic. Daar kun je prima de resin en de klei in gebruiken. Nou, ik doe altijd met resin een paar handschoentjes aan. Waarom? Omdat ik een ontzettende knoeipot heb, maar ook een ontzettend gevoelige huid. En ik kan niet zomaar even nu naar de badkamer lopen. Dus better safe than sorry, hè, zeggen ze altijd. Ja, ik denk dat ik inderdaad lastig te vinden ben, Ellie. Sorry, maar Facebook deed raar, al met opstarten. En ik dorst eigenlijk niks meer eraan te veranderen, want dan was ik bang dat die eruit zou scheiden. Dus ja, sorry voor mijn blauwe handen, maar dat doe ik even voor de zekerheid. Nou, ik heb gewoon zo'n plastic klein maatbekertje. Plastic bekertje kan ook gewoon. En ik gebruik altijd zo'n ijsstokje om te roeren. En die veeg ik, als ik klaar ben met de resin, veeg ik die af met een babydoekje. En dan leg ik hem aan de kant en dan gebruik ik hem de volgende keer gewoon weer. Dat gaat prima. Nou, ik leg even de mold opzij, want ik ga eerst wat aanmaken. En ik gok, want ik ben het vergeten op te schrijven. Ik had netjes pen en papier klaar. Maar ik gok dat ik 35 tot 40 milliliter nodig heb om die grote frame te gieten. Nou, die resin, hoe ik het gebruik, dat is natuurlijk ieder voor zich. Maar als ik mixed media projecten maak, hè, met
een MDF of een chipboard ondergrond. Dus echt een stevige ondergrond. Dan lijm ik rustig 4-5 lagen van die resin op elkaar. Dat zal ik straks ook laten zien. Maar wil je het op een kaart gebruiken, dan is de paperclay wel lichter. Maar nogmaals, heb je een stevige ondergrond, kan het echt prima. Het is ook niet zo dat het nou weer mega zwaar is. En het ligt er ook aan hoe groot jouw resinfiguur is. Kijk, dit hele grote frame is natuurlijk zwaarder als dit kleine framepje. Maar goed, ik ga gauw verder. Ik ga aanmaken 20 milliliter van ieder. Dus ik pak component A. En dan doe ik 20 milliliter in mijn mengbekertje. Nou, ik heb hier dan aan de zijkanten de maataanduiding staan. Het is dan wel belangrijk dat je echt van allebei dezelfde hoeveelheid doet. Want de mengverhouding is 1 op 1. Dus 20 milliliter van de 1 betekent ook 20 milliliter van de ander. Even goed kijken. Nou, en nogmaals, ik vind het echt wel een voordeel. De dopjes. Het zijn eigenlijk dezelfde dopjes als die ze op de Cadence verf gebruiken. En ik ben daar wel fan van, want je hebt niet zo'n groot schenkgat. Ik heb namelijk ook resin van Craft Emotions. Nou, die is wat geler. Moet langer drogen. Maar die hebben een hele grote, heel groot gat om te gieten. En dan ga je nog wel eens verkeerd. Nou, en het enige wat je dan eigenlijk moet gaan doen, is roeren. Nou, dat moet dan zo'n 3 tot 4 minuten. En dat heeft dan te maken met dat het echt goed gemixt moet zijn. Dus je moet ook goed over de bodem, goed langs de zijkanten. En er komen wat luchtbelletjes in. Nou, meestal verdwijnen die luchtbelletjes. Heb je nou je resin in je mal gegoten en je ziet, ik vind eigenlijk de luchtbellen te veel, kan je er even de heat tool op zetten. Wel blijven bewegen uiteraard, maar dan verdwijnen er ook een hoop. Maar eer de resin echt droog is, zijn echt 9 van de 10 luchtbelletjes verdwenen. En zo gauw je het op kleur brengt, zie je er echt niks meer van. Nou, dit is altijd wel even een saai klusje, dus ja, sorry. Maar goed, ik wil jullie wel laten zien hoe het, hoe het in zijn werk gaat. Nou, nogmaals, ik doe zelf handschoenen aan, maar dat is puur omdat ik heel snel ergens op reageer. En ik hou altijd, ik heb er nu een oud stuk karton onder liggen, maar als ik gewoon zelf bezig ben, heb ik er meestal een stukje keukenpapier of zo onder liggen. Om te voorkomen dat ik op mijn glasmat of mijn bureau knoei. En wat ook slim is, zorg ervoor dat je, als je gaat gieten, dat je mallen op een plek liggen waar jij de komende 24 uur niet hoeft te zijn. Want die resin is vloeibaar. Dus als jij die mallen gaat verschuiven, dan heb je kans dat het er overheen gaat. En nu ik daar, want ik had daar iets voor klaargelegd. Ik heb daar alweer van alles bovenop gelegd, zie ik. Wat ik nu ga doen, omdat ik het jullie toch wil laten zien. Ik heb even een clear plate gepakt van mijn stansmachine. En daar leg ik mijn mold op. Dan kan ik zo meteen, zonder dat ik die mold heel erg moet bewegen, kan ik hem eventjes aan de kant leggen. Dan heb ik daar geen last van. Nou, hij ligt goed in beeld, hè? Ik denk dat ik wel 3 tot 4 minuten heb geroerd. Nou, is het iets korter, is het ook niet zo erg. En ja, luchtbelletje meer of minder. Heel eerlijk, ik geef er niet zoveel om. Je ziet het toch niet namelijk. Nou, en wat ik dan doe, ik hou mijn doekje bij de hand, hè, mijn babydoekje. En ik ga heel rustig, ga ik gieten. Nou, in principe vult hij zijn eigen, maar ik help hem altijd wel even een klein beetje met de hele fijne hoekjes, zeg maar. En zoals het dan op de verpakking staat, hij is zelf nivellerend. Dus oftewel, hij gaat zelf inderdaad alles vullen, hè. En wat ook handig is om te weten, wat er bijvoorbeeld bij staat, is dat die in de winter, als het kouder is, dan ligt dat natuurlijk ook heel erg aan de temperatuur van jouw hobbykamer of net waar jij hobbyt. Als de resin te koud is, de ideale verwerkingstemperatuur is 20 graden, staat erop.
Maar is het echt te koud, is het handig om de resin 1 minuut met een föhn of in je handen even te verwarmen in de verpakking. Nou, en dan denk ik, hier heb ik gemist. En dan doe ik daar nog even een randje omheen. Nou, en dan vind ik het altijd wat lastig te zien, zeker omdat dit een gedetailleerde mal is, heb ik nou daadwerkelijk overal resin zitten. Ik pak altijd een ct-prikker of een prikpen. Nou ben ik beneden ct-prikkers vergeten, dus ik heb even een prikpen. En dan ga ik langs de randjes, ga ik checken van zit daar inderdaad resin. Soms is dat, bij deze gaat het nog, maar soms is dat net wat makkelijker te zien met een prikpennetje. En het is zonde als je dus de volgende dag je mal eruit wil halen en je mist stukjes. Nou moet ik wel zeggen, wat ik wel altijd doe, als ik of te weinig heb aangemaakt of ik merk dat ik toch iets ben vergeten, dan giet ik er een nieuwe laag bovenop en laat ik hem zo weer uitharden. Dat gaat prima. Nou, en dan zie je dat ik eigenlijk overal wel ben geweest. Maar ik heb nog resin in mijn potje zitten. Dus ik heb 40 milliliter aangemaakt. En ik heb er nu nog in zitten. Even kijken hoor, want ik moet even mijn maattabelletje schoonmaken. Nou, ik denk dat ik er nu nog 10 milliliter in heb zitten. Dus dan heb je 30 milliliter nodig om het grote frame te vullen. Maar ik heb nog over. Dus ik ga kijken. Dan gaan we de kleine vullen. Erg leuk op kaartjes deze. Probeer wel als je op één plek giet niet in één keer heel hard te gieten. Want dan schiet het er natuurlijk heel snel overheen. Dat is zonde. Nou, en nou denk ik. Ik denk dat die vol zat is. Dus dan pak ik mijn prikpennetje. En dan help ik hem even een handje. Als ik denk van nou, hij heeft de hoekjes niet gepakt. Of ik durf niet door te gieten. Kan ook met je ijsstokje hoor. Dat is maar net wat je zelf. Maar ik doe dat altijd wel even checken. Want ik vind het zonde als ik dan inderdaad toch erachter kom. Zeker als ik hem nodig heb. Dat ik dan net een stukje vergeten ben. Nou, deze hebben we ook. Ja, compleet. Ja, is mooi voor albums. De cover. Wat denk je van een fotootje erachter? Daar kan ik jullie zo een voorbeeld van laten zien overigens. Want daar gaan we ook nog natuurlijk. En daar heb ik nog. Ja, ik denk 5 milliliter. Nou, weet je, dan gaan we de binnenpakken. Pak ik de binnenframe. En weet je, al heb je een keer een iets plattere, is natuurlijk ook geen probleem. Hè? Zolang je de details van de voorkant maar hebt, is het prima. Zo. Nou, wat ik dan dus inderdaad doe, hè, mijn potje is leeg. Ik pak een babydoekje en dan veeg ik mijn stokje af. En die leg ik aan de kant. En met datzelfde babydoekje doe ik nu, normaal doe ik dit onder de kraan, maar doe ik even mijn potje uit. Waarom? Nou, dan kan ik hem de volgende keer weer gebruiken. Ik moet er even een nieuw doekje bij. En het lijkt echt moeilijker als dat het is hoor. Het is echt niet moeilijk. En je krijgt er echt zulke leuke resultaten mee. En ja, die molds ook. Het is natuurlijk een eenmalige koop. En je kan ze maar blijven vullen. Zo. Nou, ik hou mijn handschoenen nog even aan. Want ik ga zo nog met de klei aan de gang. En om te voorkomen dat ik alsnog naar de kraan moet om mijn handen iedere keer te wassen. Nou, ik ga proberen. Kunnen jullie het resultaat zien trouwens? Hoe het in de mold zit nu? Oh, dit is echt een heel klein maatbekertje. Ik denk dat je die zelfs bij de Action, geen idee of ik het mag noemen, maar ik doe het gewoon. Ik denk dat je die daar zo kan kopen. Maar anders werkt een plastic bekertje of eigenlijk werkt alles. Ik ga deze aan de kant leggen, voorzichtig. En dan ik zal hem iets dichterbij proberen te houden. Ik weet niet of het te veel schittert. Zonder dat ik probeer eroverheen te gieten. Nou, dit gaat drogen. En als ik nou morgen op mijn hobbykamer kom. Dan
is die al zo ver uitgehard dat ik erop kan tikken. En dat ik hem bijvoorbeeld om een... Nou, ik heb hier een flesje water. Om hem bijvoorbeeld op een flesje water te plakken. Ik noem maar wat. Zo, even een slokje water tussendoor. We zetten de resten aan de kant. En dan gaan we een malletje vullen met klei. Nou, ik zag net al een vraag voorbij komen. Hoe krijg je die klei zo mooi in de mal? En nou ja, op zich doe ik niks bijzonders. Hè. Ik probeer de achterkant zo vlak mogelijk te houden. Want dat is ook het makkelijkste met opplakken. Oh, er zit nog een restje in. Nou, eigenlijk het enige wat ik doe. Ik ga proberen of het gaat met handschoenen. Want ik heb dit nog niet eerder met handschoenen gedaan. Ik scheur nou toch de verpakking kapot. Nou, dit is dus die paperclay. Hè, die deze. De Creative Paperclay. En ik pak daar gewoon een stukje van af. Ik kneed dat altijd even. En dan rol ik hem. In dit geval zeker in een rolletje. Probeer ik een klein rolletje te maken. Nou, dat gaat wat lastiger met handschoenen, maar dat geeft niet. Nou, dan ga ik beginnen met deze. En wat ik dan doe. Ik ga gewoon met mijn vinger aan het drukken. Nou, hier zie ik dat ik. Hè, ik wil natuurlijk wel alles hebben. En wat ik. Zal ik zo meteen ook laten zien. Ik ben daar alleen niet zo handig in. Maar goed, dat zal een kwestie van oefenen zijn. Wat sommigen ook doen. Die doen gewoon dus zo'n hele dikke laag. Nou, ik pak er gewoon nog even een stukje bij. Nou, hier plakken we een stuk. En dan pakken ze een... Nou moet ik even kijken waar ik mijn paletmes heb gelaten. Die had ik klaargelegd, dacht ik. Nou, pak ik er even een andere bij. Gelukkig hebben we er meerdere. Oh, goeie Mirjam. Ik weet wel dat er speciale kleurmiddelen zijn om toe te voegen aan resin. Maar ik denk bijvoorbeeld mica poeder. Ik denk dat dat best wel gaat. Ik wil een kastje plakken. Met verschillende motieven. Oh, leuk Jacqueline. Nou, en wat sommigen dan doen. Hè, dan heb je hier natuurlijk een dikke laag. Die gaan er met de spatel overheen. Ik denk dat dit beter werkt met de metalen. En dan heb je dus zo je achterkant. Maar goed, ik ben daar niet zo goed in. Dus ik doe het op mijn eigen manier. Zoals ik al zei, ik maak een rolletje. En ik ga gewoon zo aan het duwen. En ik pak niet te veel in één keer. Om te voorkomen dat ik overal die dikke lagen krijg. En heb ik dat wel, dan douw ik eigenlijk met mijn vingers... Douw ik iets naar voren. Om te zorgen dat ik dus niet boven die eindrand van die mold uitkom. Nou, die handschoenen werken niet echt mee. Oh, fijn om te lezen, Anita, dat jij het ook altijd op deze manier doet. Gebruik jij ook klei, Anita? Jij gebruikt die modeling paste van Finnaber. Heb ik volgens mij wel eens in een van jouw lives gezien, of niet? Of Prima Marketing, waar is die van? Nou, en ik ben een Pietje Precies, een zeurpiet af en toe. Dus ik wil zelfs dat dit er gewoon ja, goed en netjes uitziet. Dus ik zal er misschien wellicht wat langer mee bezig zijn als een ander. Maar goed, nogmaals, dit is mijn manier. Er zijn... zoveel manieren. En ja, goed. Ik zeg altijd in de hobby, er is geen goed of fout. Hè? Ieder doet dit op zijn eigen manier. En ja, hoe diegene dat prettig vindt. Nou, dan pak ik er nog een stukje bij. Want ik heb tekort. Creole. Creole ken ik niet. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik gebruikte dus eerst een andere resin.
Weliswaar snel drogend, maar heel moeilijk verkrijgbaar. Dus ik ben wel heel blij met deze resin van Cadence. Het duurt wel iets langer om te drogen, maar ik ben wel zo dat ik graag dingen in het forum maak. Dus ik zorg wel altijd dat ik eigenlijk van iedere mold die ik heb, wel iets heb liggen. Hè, als ik dan toch aan het gieten ben, dan giet ik gewoon gelijk wat extra's. Zeg maar. En ja, dat vind ik zelf prettig werken. Ook als ik dan in één keer een spontaan idee krijg van, oh, dat is eigenlijk wel leuk om erbij te doen. Ja, als het glad is aan de achterkant, krijg je het wel beter verwerkt. Anita, zou jij mij willen helpen en misschien een keer de link met de gebruikte materialen willen delen? Dat ben ik zelf namelijk vergeten. Om die erin te plakken. En nou wil ik eigenlijk even niet aan mijn laptop komen. Want mijn handschoenen zijn vies. Nou, ik doe er nu even eentje hoor. Want ik wil jullie ook nog even laten zien hoe je dit nou op kleur kan brengen. En ik heb ook geen idee van tijd. En, want die geeft u dus ook niet weer op mijn laptop op een of andere manier. Dus het werkt allemaal niet zoals ik het wil hebben vandaag. Super Anita, dankjewel. Nee, hij wil echt niet doen wat ik doe. Nou, dan gaan we gewoon maar... Dan ga ik jullie om hulp vragen met een beetje gokken qua tijd en zo. Want ik kan ook de tijd niet zien. Nou, ik heb hem dus nu in de mold zitten. En dan ga ik hem op zijn kant houden. En dan zie je dat hij eigenlijk niet uitsteekt. Nou, dat vind ik het mooiste resultaat geven. Omdat je dan punt 1 een gladde oppervlak hebt om hem ergens op te verwerken. Oh, tijd zat nog. Dan kan ik jullie mooi nog van alles laten zien. Super, dank jullie wel. Nou, dit moet dus echt wel 24 uur drogen. Dus ook die gaat aan de kant. En dan zal ik jullie even wat dingetjes laten zien. We gaan zo lekker kleuren. Ah, dankjewel Jitske. Zoals ik al zei, als ik op MDF werk, zoals met dit werkstuk, lijm ik rustig 3, 4, 5 lagen op elkaar. Deze gear is resin. Deze is resin. De frames zijn allemaal resin. De mot is resin. Het hartje is resin. En het schedeltje. Nou, dan krijg je dus een werkstuk met heel veel lagen. En ja, het is wel zwaar. Maar goed te doen. Dus daarvoor zeg ik, als jij een harde ondergrond hebt, kan je daar prima op werken. Deze is overigens op kleur gebracht met zwarte verf en waxen. Maar ik heb ook een scrap layout gemaakt. Ah, dankjewel Anita. Ik heb met de vierkante barokframe heb ik een scrap layout gemaakt. Die heb ik gewoon op een stuk chipboard. 2 mm chipboard. Daar heb ik mijn papier opgeplakt, mijn designpapier. En dit is, dit zijn papier, cardstock frames. Maar hieronder zit ook een mold. En daar heb ik het frame weer bovenop geplakt. Dus dat gaat prima. Dit zijn ook nog molds. Dat zijn van die langere staven, dus die ziet hij hier weer onder verwerkt. Dat gaat echt prima. En als ik hem dan, ja, deze is wat lastiger, want hij is groot. Zo neerzet, blijft het ook gewoon prima staan. Zonder pardon. Nou, dan had ik nog een andere. Ook met designpapier. Deze is met Vintage Lessons van Scrap Boys. Nou, en zoals jullie kunnen zien, dat was trouwens bij die andere ook, heb ik hier een foto gebruikt. In het frame. Dat gaat natuurlijk prima. En daar vind ik ze zelf heel leuk voor. En als je dan kijkt bij deze. Als ik deze nog even terughaal. Hier zit natuurlijk een groter oppervlak. Dus kon ik ook een iets grotere foto plaatsen. Nou, dit is dan voor mezelf een aandenken aan een weekendje Egmond aan Zee wat ik heb gehad. Dus dat vond ik wel leuk om op mijn hobbykamer neer te zetten. En ik heb een tijdje terug een vlinder gemaakt. Met ook allerlei molds. Want dit is een mold. Dit is een mold, die ster. Nou, er zitten nog wat bloemen en moldstukjes tussen om op te vullen.
Maar deze... Oh, ik wou zeggen, mijn beeld blijft wit. Maar daar ben ik. Ik heb er in dit geval heb ik er een stukje mica achter gedaan. En daar heb ik uit de Janine's Mindful Art collectie rubons gepakt. En die heb ik op het mica gedaan. En die heb ik er hier weer achter geplakt. Dus ja, je kunt echt met die molds kun je echt alle kanten op. En dat vind ik het leuke ervan. Even kijken. Nou, dat heb ik jullie laten zien. Ik ga even gauw de klei in de verpakking doen. Voordat die helemaal uitgedroogd is. Dat vind ik dan weer zonde. Nou, nogmaals, de gebruikte producten staan gelinkt. Anita heeft voor mij de link gedeeld. En mis je iets, ja, vraag het even. Dan kunnen we het alsnog proberen eventjes erin te gaan zetten later. Niet nu natuurlijk. Daar zet ik even een klemmetje op. En dan ga ik jullie laten zien hoe je dat nou op kleur zou kunnen brengen. Dus ik pak een paperclay dingetje. Oh, nou ben ik de boel aan het verschuiven. En we pakken resin. En ik dacht echt dat ik tijd tekort zou komen, maar... Nou, ik... pak even de twee grootste. En dan gaan we beginnen gewoon met witte gesso. Nou, witte gesso heb je natuurlijk van allerlei merken. Hè. Ik heb hier die van Finnaberg. Maar die heb je natuurlijk ook van Cadence. En weet ik veel wat nog meer voor merken. Er zijn er genoeg van. Ik zou hier wel... Ik zal het meenemen, Mirjam. Wie weet kunnen we wat regelen. Wie weet, zou wel leuk zijn. Ik begin meestal gewoon met een droge kwast. Waarom? Omdat de gesso anders dunner wordt. Nou, je moet natuurlijk ook weer niet een hele dikke laag gesso in één keer aanbrengen. Want als je dat gaat doen, dan verlies je al je details. Nou, en wat ik dan eigenlijk doe, is gewoon met mijn kwast. Oh, er zit een flubbertje. Breng ik gesso aan. Nou, heb ik nou het idee, ik vind mijn gesso toch te dik, dan ga ik wel water gebruiken. Nou, en dan zul je zien dat je denkt van, oh, hij pakt heel slecht, maar dat valt echt reuze mee. Het gaat er maar om dat er een basislaagje onder zit. En als je dat basislaagje eronder hebt zitten, dan kan je eigenlijk gewoon met verf, met sprays, met waxen, en dan kan je hem gewoon allemaal mee op kleur gaan brengen. Dit is iets dat heb ik niet. Ja, ik heb wel voorbereide dingetjes liggen, maar dat zijn andere figuren. Nou, en dit is eigenlijk hoe ik te werk ga. En denk ik nou, ik vind hem toch te licht. Dan breng ik een tweede laag gesso aan. Ik breng liever twee dunne lagen aan als één hele dikke laag. Kijk, hier heb ik een dikke laag en dan zie je dat hij daartussen gaat zitten. Dat vind ik niet mooi, want dat ga je zien als je gaat verven. Dus ik breng zelf liever... twee dunne laagjes gesso aan als één hele dikke laag. Oh, sorry. Het vierkant, zal ik die eens opmeten voor jou? Pak ik mijn liniaal er even bij. Een vierkant is echt heel... Ja, ik vind ze allemaal heel mooi. Die is 10 bij 10. En die grote die ik hier heb, die is uit mijn hoofd 4. Die is 15... bij de breedte weet ik niet meer. Dus die moet ik even opmeten. 15 bij 10. Dus zijn echt wel mooie formaatjes. Ja, het weegt wel wat, maar het is niet mega zwaar. En zoals ik net zei, Ronnie. Of tenminste, dat heb ik in het begin gezegd. Ik weet eigenlijk niet of je dat misschien mee hebt gekregen. Maar wil je dit nou gebruiken bij het maken van kaarten... Ja, dan is wellicht de paperclay een betere optie. Want er zit echt wel verschil in de klei en de resin. De resin is gewoon wat zwaarder. En de klei is echt licht gewicht. Dus die is echt ideaal voor op een kaartje. Nou, deze is dan vrij gedetailleerd. Dus ik, ja, een paar keer doe ik dan even een rondje draaien met mijn kwast. En ben je nou een klein stukje vergeten, is dat ook niet heel erg. Hè? Maar met die gesso pakt het gewoon allemaal net wat beter.
Nou heb ik het nog niet uitgeprobeerd zonder gesso. Nou, weet je wat? Gesso is je grootste vriend, hè? Dus verpruts je iets, doe je er gewoon weer een laag gesso over. We gaan voor de helft gesso smeren. En dan gaan we zo meteen even het verschil bekijken wat het doet met en zonder gesso. Hier zit een laag witte gesso op. Zo kunnen jullie het wellicht beter zien. Nogmaals, het lijkt erop of dat hij echt niet gepakt heeft, maar dat heeft hij wel. Maar vertrouw je het niet, doe je gewoon nog een laagje. Ik heb ook ik heb verf van Finneberg en ik heb verf van Cadence, dus we kunnen dat zo wel proberen. Ik doe één helft in de gesso en de andere helft niet. Dat ga ik bij de paperclay ook doen. We doen gewoon één helft in de gesso. En de andere helft niet. En dan gaan we de verf pakken. En dan gaan we gewoon kijken wat het doet. Ik ben dan zelf altijd heel braaf. Hè? Dan heb ik dat ooit geleerd. Van, oh ja, gesso is je grootste vriend en je ondergrond. Dus bij mij gaat eigenlijk altijd standaard eerst alles in de gesso. Als ik met mixed media bezig ben. Oh, het zou kunnen, Mirjam. Ja, nogmaals, ik werk heel weinig met klei. Dus ik heb wel wat kleifiguurtjes nog liggen, hoor. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn dat dat niet deze klei was. Dat was klei van een goedkope winkel. En je hebt natuurlijk ook nog, die ken ik niet. Maar ik heb gehoord dat dat hele fijne is van Stamperia. Volgens mij heet die de soft clay. En die heb ik trouwens wel geprobeerd, de klei van Stamperia. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik even zo gauw niet meer weet. De soft clay had ik ook zo'n pakketje van. Maar ik weet eigenlijk gewoon niet meer of dat nou... Oh, wat erg, hè. We doen zoveel dat we het eigenlijk niet meer weten. Nou heb ik natuurlijk witte gesso erop gedaan. Dus dat is een beetje lastig te zien omdat de klei ook wittig is. Ik weet niet of jullie het... Ik kan het iets zien. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nou goed, dit moet even drogen. Dat frame is wel droog. Nou had ik verf van Finneberg klaargezet. Maar we pakken gewoon even de verf van Cadence. De hybride acryl. Nou, ik pak een geel kleurtje. Ik pak deze, de lichtgele. Ja, light yellow. Ik ben namelijk ook nog bezig met een layout... Nou, dankjewel voor de tip, Sylvia. Die geeft aan dat die heel fijn is. Oh ja, ik ben bezig met een layout met zonnebloemen en dergelijke van Scrap & Me. Dus daar past wellicht een mooi geel framepje bij. We gaan het gewoon eens proberen. Oh, ik mag mijn dopje wel een keer schoonmaken. Zo. Pakken we even een ander kwastje. Ik pak een niet te dikke. Zijn er liefhebbers die ook de acrylverf van Finneberg willen zien zonder gesso? Of zeggen jullie nou, we hebben Cadence, dus doe maar Cadence. Nou, ik pak verf. En hier zit de gesso. En hier zit geen gesso. Dus ik ga hem op de gesso, of op de clear resin, ga ik hem aanzetten. Ik heb een droge kwast overigens, want ik vergeet hem nat te maken. Ik zal mijn handschoen eronder uithalen. Dan ga ik hem op de gesso zetten. Ik ga hem toch neerleggen, want dat scheelt het voor mij makkelijker. En dan gaan we zo het verschil bekijken. Nou, gaan we zo ook nog
een stukje met de Finnaberg-verf doen. Ik moet zeggen wat ik wel leuk vind. Ik vind deze resten van Cadence vind ik wel super mooi helder. Ik denk dat dat heel gaaf is als je bijvoorbeeld een hele witte creatie maakt. Ik noem maar iets. Hè, voor een bruiloft of gewoon omdat je dat leuk vindt. En dan zo'n heldere... ja, ik denk echt dat dat gaaf is. Dat is wel iets wat nog op mijn lijstje staat om te proberen overigens. Alles helemaal in het wit. Met kaarten heb ik dat wel gedaan. Nou, wat ik wel zie... Of ik heb te weinig verf op mijn kwast of hij moet echt wel twee keer. Is die op beide kanten gewoon niet compleet in één keer dekkend. Nou, ik ga hier nog een stukje doen en dan ga ik hem dichterbij halen. En dan ben ik benieuwd of jullie het verschil kunnen zien met de gesso en zonder de gesso. Nou, ik doe nou niet netjes de zijkanten, hè. Ik doe gewoon... Het gaat er mij gewoon om dat we het verschil kunnen zien van werkt dit nou ook echt zonder gesso. Of... Nou, dit is witte gesso. Ik wil dadelijk ook nog even de zwarte gesso laten zien. Dit is zonder gesso en dit is met gesso. Al met al, als ik het bekijk, ben ik van mening dat hij met gesso ietsje beter pakt. Maar je moet alsnog twee laagjes aanbrengen, wil je hem super 100% dekkend hebben. Met deze kleur. Daar kan natuurlijk wel per kleur verschil in zitten. Kunnen jullie het zien of moet ik hem dichterbij of verder weghalen? De kleur is met gesso net wat helderder. Dan pakken we de peperklee. En nou moet ik zelf ook even heel goed kijken, want dat is lastig te zien. Dit is de gesso kant en dit is geen gesso. Nou, ik pak ook gewoon weer de gele. En normaal met verven werk ik echt niet zo netjes hoor, met handschoenen. Dan zit ik eigenlijk altijd helemaal onder. Maar goed, daar hou ik van. Ik hou van dat geklieder. Maar ik heb morgen een familiebarbecue. En dan vind ik het, zeker als ik dan ook nog met waxjes en zo aan de gang ga, dan krijg ik niet altijd gelijk van mijn vingers af. En normaal geef ik daar echt niks om. Maar ik had iets van, ja, met die familiebarbecue laten we dat maar niet doen. Laat ik maar gewoon mijn handschoenen aanhouden. Maar het zweet ontzettend. Kunnen jullie het zien? Het is hier niet koud op mijn hobbykamer. Het was vandaag eigenlijk warmer als dat ik dacht sowieso. Nou, hier even een stukje zonder gesso. Nou, dan valt mij gelijk al één ding op. Maar ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Het scheelt weer testen, hè Anita? Maar mijn ervaring, en ook met de klei, dat kan ik jullie nu al zeggen, is dat met gesso dat je gewoon een mooiere dekking krijgt. Bij deze weet ik niet of jullie het kunnen zien, maar als ik in het licht kijk, is deze kant, is de gesso kant, die is net wat helderder als deze kant. Dus ja, mijn voorkeur gaat toch echt wel uit naar, ja, naar gesso. En dan pakken we even de kleine frame's erbij. Die kwast laat ik even liggen, want we gaan zo meteen... die zet ik in het water, want we gaan zo meteen met de Finnaberg aan de slag. Verf, dan kunnen jullie die ook zien. Dus ik pak weer een ander kwastje. Oh, wacht, ik heb daar nog een zwarte gesso kwast liggen. Die moet ik alleen even afdrogen. Ja, dat is wel te zien, hè. Met gesso is toch mooier, hè. Nee, dat kan niet, hè. Mijn vieze vingers, Marion. Nee, daarom. Dus ik had zoiets van, laat ik me vandaag eens netjes gedragen.
Nou, ik pak even zwarte gesso. Ik heb de gesso van Finnaber, maar die zwarte heb je natuurlijk ook van Cadence. En, tenminste, Cadence weet ik niet, maar ik wou zeggen Dutch Doobadoo. En ook hier zetten we gewoon één kant in de gesso. Ik heb echt geen idee hoe we met de tijd zitten, maar ik wil hierna toch echt nog een dingetje laten zien. Dus ik ga er gelijk even nog twee dingetjes bij pakken. Eentje van resin en eentje van paperclay. Die zet ik ook in de zwarte gesso, omdat ik jullie wil laten zien dat je het ook op kleur kan brengen met wax. Nou, dit hoeft echt niet super netjes. Zo, dan pakken we het framepje. De resin, die zetten we ook voor de helft in een zwarte gesso. En zeker als je met metallic kleurtjes werkt, zoals mica poeders en waxjes, dan is een zwarte ondergrond is echt wel wauw. Vind ik zelf. Maar goed, dat is ja, mijn persoonlijke mening. Wit werkt ook mooi hoor. Ik bedoel, waxen vind ik altijd gaaf. Oh, niet in de verf leggen. Deze gooi ik ook eventjes voor de helft in de gesso. Waarom? Omdat we natuurlijk ook hier even uit gaan proberen hoe de wax pakt zonder gesso en met gesso. Ik ben lui. Ik doe bij hybride al vaak geen gesso onder, behalve als ik weet dat het flink zuigt. Oké, Janita. En als jij dan een art journal pagina of zo maakt, doe je dan wel gesso? Het lijkt mij dat anders het echt in je papier gaat zuigen. Zo. Nou, en wat ik ook nog wel eens doe, want gesso, ja, nou ben ik toch aan het vertellen. En dit moet toch heel eventjes drogen. Wat dat betreft, gesso is je grootste vriend, hè. Als je nou bijvoorbeeld een creatie hebt gemaakt en je vindt... Hey, hier vlieg je. Je vindt je kleuren toch net te fel, te flats. Ja, noem het maar op. Wat ik dan altijd leuk vind, is om te draaibrushen met gesso. Ik pak dan een droge kwast. Echt een droge kwast. Daar doe ik een klein beetje gesso op. En die doe ik af op mijn hand of op mijn glasmat. Net wel, ja, hoe het uitkomt. En dan ga ik er heel lichtjes overheen, over mijn werk. En dan krijg je een subtiele, ja, wordt het net wat subtieler qua kleur, zeg maar. Beetje vintage look. Ik weet niet. Ik vind dat altijd wel heel gaaf. En dat noemen ze de draaibrush techniek. Zo, die laten we ook even drogen. Geen gesso. Nou, misschien ook eens proberen. Want ik, ja, dan denk ik altijd, ben ik nou te veel tijd kwijt? Of die zetten we weer even in het water. Want... de zwarte gesso kan ook aan de kant. En dan ga ik er eigenlijk vanuit dat mijn framepje wel zo goed als droog is. Wat zullen we doen? Goud of roze? Ik heb goud en roze klaargezet. Kwast had ik al klaar liggen. Maakt ook eigenlijk niet uit, hè. Nou, ik heb gewoon dus de acrylic paint, de metallic paint. Nou, die wil niet open met mijn handschoenen. Volgens mij moet ik eraan gaan geloven om mijn handschoenen uit te doen. Oh, wat plakt dat zeg. Papa. Oh, dan ben je langer bezig als ik, Anita. Nou, ik krijg echt die gouden even niet open, jongens. Dus ik pak een andere. Ik heb zilver. Ja, die andere gaat ook uit. Die handschoenen zijn gewoon nat van binnen. Baba. Krijg je zweethanden van. Nou, ik heb dus de... wat is dit? De zilverspoen. Doe een beetje op mijn kwast. Nou, dan pak ik eerst even de kant zonder gesso. Waarom doe ik dat? Stel nou dat mijn gesso niet 100% droog is, heb ik niet gelijk een hele zwarte kwast.
En kan ik dus nog wel gewoon eventjes de delen zonder gesso verven. Dat doen we ook even bij het frame. Dus ik doe weer een beetje verf op mijn... Nou, en dan zie ik wel gelijk een verschil tussen de klei en de resin. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat is natuurlijk ook ons doel. Al met al vind ik resin en klei allebei wel fijn. Maar resin heeft wel mijn voorkeur. Maar voor bepaalde projecten. Voor kaarten denk ik dat mijn voorkeur toch uitgaat naar de klei. Omdat het gewoon lichtgewicht is. Nou, dan pak ik weer een beetje verf. En dan gaan we naar de gesso kant. Even een beetje. Ik heb eigenlijk een vrij grote kwast voor dit frame. Maar goed, dat is niet zo erg. Het gaat erom dat we de dekking zien, hè. Dus ik pak een klein beetje erbij. Oh, dat is eigenlijk te veel. Nou ja, goed, dat is niet zo heel erg. Dat smeren we wel weer uit. Want ik heb het vermoeden dat deze is niet 100% droog. Valt mee. Nee, hij is niet 100% droog. Maar ja, maakt niet uit. Wel dus belangrijk om echt, als je te zorgen dat je gesso droog is. Dat heb ik dus nu niet gedaan. Mijn ervaring met de resin en de gesso is namelijk wel... Oh ja, er zit geen zwart in mijn... Mijn ervaring is wel, als je zwarte gesso gebruikt en je gooit daar verf op, dat het eigenlijk altijd gewoon in één keer dekt. Nou, deze gaat ook in het water. Doe ik even de verf dicht en dan ga ik hem weer dichtbij laten zien. Ja, de resin is wel gedetailleerder. Dat klopt, dat vind ik ook. Heb ik hier de peperklee zonder gesso, met gesso. Nou, en dan zie je wederom dat hij met de peperklee wat feller is. Met de zwarte gesso wat donkerder is. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik zie dat je ook met de peperklee en verf toch eigenlijk wel twee laagjes. Hij dekt niet helemaal 100%. Nou, dan hebben we... Nou ja, het resin frame. En daarin zie je wel heel duidelijk verschil. En met de zwarte gesso eronder valt hij veel meer op en dekt hij veel beter als zonder de gesso. Ja, met de verf bedoel je? Ja hoor, mag gerust met de heattool op. Wel blijven bewegen natuurlijk, hè? Tenminste, dat doe ik altijd. En ik doe ook wel eens als ik dan met zo'n project bezig ben, zoals bijvoorbeeld die stem met meerdere lagen... Dan droog ik ook tussendoor met de heattool. En als ik met mica poeders werk of meerdere kleurtjes. Dan doe ik echt wel, tussen iedere laag doe ik drogen. Maar dan ga ik niet wachten tot het uit zijn eigen droogt. Dan wacht ik echt tot het, of dan pak ik echt de heattool. En dan droog ik gewoon mijn verflaag hoor. Dat kan helemaal geen kwaad. Maar ik blijf wel bewegen met de heattool. Ik droog niet continu op één plek. Nou heb ik mijn handschoenen uitgedaan. Dat was niet de bedoeling. Dus ik doe er zo toch nog eentje aan. Want ik wil jullie natuurlijk nog een waxje laten zien. Nou, pak ik even een gouden wax erbij. Vintage Gold heb ik hier. Nou, ik heb de Finnabear wax. Maar je hebt natuurlijk ook wax van Cadence en Craft Emotions, dacht ik. Ja, schijnt iets mooi door. Vind ik ook mooi, Anita. Ja, het is 8:30. Dankjewel voor het doorgeven. Maar ik wil jullie toch nog eventjes de wax laten zien. Dus als Facebook me er niet afgooit, ga ik jullie dat resultaat ook nog even laten zien. Die 5 minuutjes maakt dan ook niet meer
Wax krijgen. Oh, is dat zo, Marion? Ik heb altijd ruzie als ik dus met die wax aan de gang ben geweest. Van de week was ik met een beetje felle blauwe en roze aan de gang. En ik heb uiteindelijk met zo'n scrubby van Ranger is die geloof ik, heb ik het eraf staan schuren. Want ik kreeg het er gewoon niet af. Nou, normaal zou ik dit op mijn vinger doen. Nu doe ik dat niet. Ik doe nou gewoon even een beetje op mijn papier. Dus ik heb de Vintage Gold. En ik heb totaal geen gevoel erin. Dus ik dep hem toch eerst even af. Nou, ik ga hem dichterbij houden. Nou, en met wax kun je natuurlijk altijd hele mooie details aangeven. Hè? Tenminste, dat vind ik zelf. Een beetje vintage, een beetje oud. Of, kijk, ik vind dat heel gaaf. Maar heel eerlijk, op de Clear Resin vind ik het niet zo mooi. Ik zou er liever een gekleurde ondergrond bij gebruiken. Het gaat dus wel, hij pakt. Hè, dat willen we eigenlijk ja, zien, dat hij gewoon pakt. Alleen je ziet er weinig van. Ja, je ziet het wel hoor, maar het geeft gewoon een heel ander resultaat. Dan zit ik toch mijn handen weer onder te smeren. Nou, dat geeft niet. De peperklee. Ik pak weer een beetje. Oh, dan zit ik het weer buiten beeld. Of niet buiten beeld, maar... Nou, en dan moet ik heel eerlijk zijn. Als je een creatie maakt, een beetje vintage kleuren. Dus een beetje de crème en de bruintinten. Dan denk ik... De peperklee, clear, dus gewoon kaal, de peperklee in combinatie met de wax vind ik dan weer wel heel gaaf. Maar je ziet wel met een basislaag eronder, pakt die gewoon mooier. Ja, de wax op zwart is echt gaaf. Zeker als je een beetje de metallic waxen hebt. En dat is hetzelfde met de mica poeders. Die doen het echt ook zo gaaf op zwart. Op wit doen ze het natuurlijk ook. Maar met zwart krijg je echt super gave resultaten. Nou, en als je dan bijvoorbeeld... We hebben hier zo'n frame. Dit was de gesso kant. Dit was zonder gesso. Ik heb nog een beetje wax. Als we die dan... Kijken of daar nog verschil in zit. Dan hebben we voor mijn gevoel echt wel een hoop geprobeerd vanavond. De gesso kant. Zonder gesso. Dan maakt het voor de wax niet zo heel veel uit, is mijn idee. Nou, dat was eigenlijk wat ik jullie vanavond wilde laten zien. Ik denk dat ik alles heb kunnen laten zien wat ik voor nu ook wilde laten zien. Wat mogelijk was binnen deze tijd. Ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is. Zo niet, heb je vragen, stel ze gerust, stuur een berichtje, zet het in de groep. Maakt allemaal niet uit. We helpen graag, daar zijn we voor. Morgen online demo dag. Morgenochtend is Suzanne van Poppel geloof ik live voor de eerste keer. Dus... Superleuk als jullie meekijken. En wel een beetje lief zijn natuurlijk voor haar. Morgenmiddag is, dacht ik, Jeannette Blauw. En morgenavond Rihanna. Misschien andere volgorde. Maar goed, die drie zijn morgen inderdaad gewoon lekker live om jullie weer te inspireren. Rest mij voor nu eigenlijk niks anders als jullie een heel fijn weekend te wensen. Materialen staan gelinkt. En... Ga je ermee aan de slag? Deel alsjeblieft je eindresultaat. Vind ik super leuk om te zien. En dan bedank ik jullie allemaal tot kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!